Hoi allemaal, vandaag heb ik weer een nieuw video. En in deze video heb ik een What's in my school bag video. En dat houdt in dat ik laat zien wat ik allemaal in deze tas heb zitten. Het is een Converse All-Star tas. Dus ben jij dus benieuwd? Blijf dan gewoon lekker verder kijken. En doe een duimpje omhoog als je het leuk vindt. En laten we snel beginnen met de video. En nog één ding wat ik dus altijd vergeet om te zeggen. Is dus, ben jij dus nog niet geabonneerd op mijn kanaal? Dan kan dat hier beneden op het rode abonneerknopje. Dus mocht je dat nog niet hebben gedaan, doe het dan zeker. Want dan zie je dus alles van mij. Wat het dus upload. Zo, dus laten we gewoon snel beginnen met de video. Dit is het vak. Dus ik ga even omdraaien in dit vak. Als eerste zit daar mijn telefoon in. Ik heb een iPhone 7. Ik heb trouwens 2 nieuwe hoesjes besteld. Komt daar een video over. En ik ga nog niet verklappen van welke site het komt en zo. En echt. Dat is. Dan dus heb ik oortjes van mijn iPad. Omdat ik moet dus ook op de computer nu. Op school. Dan heb ik USB-sticks. Ik heb er 2. En vraag me niet waarom 2. Omdat het is gewoon handig. Een USB-stick. En dan heb ik er altijd 1. Dan heb ik dus ook sleutels natuurlijk. Want ik moet ook mijn huis binnenkomen. En zo de sleutels. En dan was het. Oh nee. En ook normale oortjes. Want zoals je ziet. Heeft mijn telefoon dus niet normale oortjes. Zoals deze. Zo'n uitsluiting. Dus dat. Dan. Ik ga hem even openmaken. Dit. En dan dus in dit vak. Helemaal. Als eerste zit daar dus een beker in. En dit is een dopper. En deze is paars. En echt, deze beker is echt zo chill. Want hij lekt dus nooit. En dat vind ik echt heel erg fijn. Dus die. Dus een portemonnee. En deze, deze is dus gewoon van Michael Kors. Hij is niet echt. Maar goed, deze is dus voor mijn OV en zo. En voor geld en zo. En dat soort dingen. Dus mijn portemonnee. Dan dus mijn etui. En deze gewoon van de Action trouwens. En echt. Gewoon een simpele etui met allemaal pennen en zo. Dus dat is ook wel leuk. Dan is een brief. En ik moet dus een soort van werkstuk maken over mijzelf. Dus dat ga ik ook doen natuurlijk. Want dat moet. Dan heb ik dus 2 boeken. Ik heb dus maar 2 boeken. Eigenlijk nog eentje. Maar die. Of eigenlijk nog 2. Ik heb een Engels boek nog. En een burgerschapboek. Maar die hoef ik dus niet mee naar huis te nemen. En ik heb nog een rekenboek trouwens. Dus dat is. Maar dus mijn rekenboek en mijn taal. Mijn rekenboek en mijn Nederlands boek. Dus dat is ook wel leuk. En dan dus mijn. En ik had dus vandaag dus gym. Dus mijn gymkleding is ook wel handig. Dan dus een agenda. En deze was ik dus kwijt. Dus wel grappig. Dus deze agenda. Deze is trouwens van Cosmo Girl. Als je het je afvroeg. En ja. Dan dus het allerlaatste. En dat zit altijd in dit tasje. En dat heb ik echt bijna elke dag mee. Want je weet maar nooit. Dat is namelijk maatverband, omdat ja, dat is wel handig om mee te hebben en zo. En ja, je weet maar nooit wanneer dat komt. En ja, je weet maar nooit, dus maatverband ook. Dan is dit hele voorval. Heb ik echt niet veel dingen in mijn tas zitten. En als allerlaatste dus heb ik nog wat dingetjes gewoon in mijn tas zitten. Als eerste een lipbalsem van de Action is deze gewoon. Dan heb ik een lipgloss en deze is echt volgens mij echt super oud is deze. Maar deze lipgloss dus. En ja. Dan dus een lipstick. En deze is volgens mij van de Primark. En als je de kleur wilt weten. En deze heet Cupcake. Gewoon een hele mooie roze kleur. Ik heb deze in mijn tas zitten. Want ik ga dus ook een birthday video maken. Birthday haul video misschien. Want ik vier dus deze zaterdag mijn verjaardag. En vraag me niet waarom dat zo lang duurt. Maar goed, dat is. En deze lipstick dus. Mijn hele tas weer leeg. En ik heb dus deze tas. Het is een All-Star Converse tas. En deze tassen zijn echt sterk. Dus als jij in de brugklas zit. Of je zit in de 4e. Of je zit zelfs in de 5e. Of je zit in groep 8. Maakt niet uit. Koop deze tas. Want ik vind hem er. Ik neem deze dus alleen mee op woensdag en op vrijdag. Want dan heb ik best wel wat boeken nodig. Deze vooral. En dan nog deze map die hier ligt. Deze map. Hier zo, dus dat. En ja, dan was het mijn hele video weer. En doe een duimpje omhoog als je dat leuk vindt.
om te zien wat ik dus allemaal mee heb zitten in mijn schooltas. Doe een duimpje omhoog als je het leuk vond. En ben jij nog niet geabonneerd op mijn kanaal? Dan kan het hier beneden op het rode abonneerknopje hieronder. En ik zie jou snel weer bij mijn nieuwe video op een woensdag en zaterdag weer bij een nieuwe video. Dus tot snel weer dus. Doei doei! Outer space, light it up. Like we're the stars of the human race.